Goeienaand gemeente, baie welkom bij vanaandse Hemelvaartsdienst. Ek hoop dat hierdie een baie speciale feestdag is voor elke gezin in ons gemeente. Ons gaan nou eerst die handelinge gedeelte lees, wat vir ons vertel oor die inhoud van hierdie dag, oor Hemelvaartsdag. Kom ons lees handelinge 1, ons lees vanaf vers 6 tot en met vers 14. Toe hulle een keer weer bij mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is het nou die tijd dat u die koninkryk van Israël weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is niet voor julle om die tijd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wereld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwijl hulle dit sien, en een wolk het om weggeneem, zodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwijl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit kleren by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileers, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olijfberg, vlak by die stad, is Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die boevertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas, seun van Jakobus. Hulle het allemaal eensgesind volhard in die gebed, saam met een aantal vrouwen, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook bij. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Trou en almachtige God, Hemelse Vader, dankie Heere dat ons op hierdie weeksdag een feest mag vier. Dankie dat ons ook op hierdie donderdag verwonderd kan staan dat ons weer die geleentheid het om een van die groot oomblikke van die evangelie saam te mag deurbring. Dankie Heere vir Hemelvaartsfees, dat hierdie fees ons so baie kom leer oor die manier hoe u na ons toe gekom het, die manier hoe u nou hier bij ons en tussen ons leef. Die rede waarom ons mag kerk wees, waarom ons kan sê, ons is volgelinge van Jesus Christus, wat nie net eenmaal vir een paar jaar in ons geskiedenis kom leef het en gesterf het nie, maar wat kom opstaan het, om ook vandag en elke dag in ons levens die deurslag te gee, vandag en elke dag na ons toe te kom, om ons levens te vul met betekenis, dat u gekom het om ons te roep, dat u gekom het om ons toe te rus, dat u gekom het om ons te leer wat het beteken om u kind te wees en om elke dag in u koninkryk te lewe. Dankie Vader dat ons as gemeente nog steeds hierdie fees mag vier, al is dit in 'n vreemde tyd van ons lewe. Al kan ons dit nie doen deur vandag hier in die erediens by mekaar te kom en met ons lywe na by mekaar te sit nie. Maar dankie dat die eenheid wat daar tussen ons is, nog steeds een waarheid kan wees, dat ons het nog steeds kan waardeer, omdat ons allemaal die naam dra, ook die naam van hierdie gemeente dra, en dat daar waar ons is, is ons deel van die lichaam van Doornkruin. Wil u met ons wees, Here, nou in hierdie eredienst? Wil u ook met ons wees in die dag wat kom? Wil u ons elke dag lei en vashou? Wil u ons met wysheid en insig sien, zodat ons op al hierdie dinge sal reageer, soos wat ons by u geleer het, met volharding, met moed, met een vaste vertrouwen en een geloof wat vastgemaak is aan die werk en die kracht van die Heilige Gees. Dankie vir elke huishouding in ons gemeente, dankie ook vir ons kinders, en dankie dat ons weer dat u ons in hierdie omstandighede ook dra, zodat ons altyd die mooiste toekomst kan hê. Ons bid hierdie gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
As 'n tweede skrifgedeelte wil ek baie graag twee verse uit Markus lees. En dis die Markus weergawe juist van die hemelvaartsgebeure soos wat ons het nou net in Handelinge gelees het. En in Markus staan daar in twee verse, dis Markus 16 vers 19 en 20. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekrachtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Ons as Christene het die manier om sommer baie keer deur die verloop van die jaar 'n fees te vier. In ons Christelike kerkjaar is jy so saamgestel dat ons in die verloop van 'n jaar gereeld fokus en stil staan by een van die oomblikke in Jesus se lewe hier op aarde. Maar nie net die deel op aarde nie, ook dit wat hy ons kom leer het oor die oomblikke nadat hy na die hemel toe opgevaar het. En daarom is ons besig om van Kersfees af te vier, hoe hy begin optree het, hoe hy gedoop is, en hoe hy met gesag in mense se lewens kom praat het, hoe hy mense geleer het, en hoe hy tussen mense geloop het. Ons vier die feit dat hy mense genees het, en selfs mense uit die dood opgewek het. En dan vier ons as kerk ook die tyd waar Jesus oorgelewer is, om uiteindelik te sterf, sodat hy uit die dood kan opstaan, en daarom is Paasnaweek ook by ons 'n baie groot fees. En dan vier ons ook Hemelvaart, soos wat ons nou doen, en dan ook Pinkster, wanneer die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens gebeur het. En so vier ons as gelowiges saam vandag nog die werklikheid van die impak van Jesus in ons lewens. Hemelvaart is tog 'n bietjie anders as die ander feeste. Want hierdie fees lyk op die oog af of dit 'n fees is wat ietsie sê van die einde van iets. Die ander feeste praat oor die feit dat God na ons toe gekom het, deurdat hy gebore is in ons wêreld, deurdat hy hier tussen ons beweeg het, deurdat Jesus gekom het om inspraak in ons lewe te bring, om die krag van God wat na ons toe gekom het in ons lewens te kom wys. Deurdat Jesus met sy disippels gepraat het en in die wonderwerke wat hy gedoen het, die bo-menslike dinge wat hulle gesien het, was dit vir hulle duidelik dat God in hom na mense toe gekom het om iets te kom illustreer, om te kom sê dat die waarheid van God se teenwoordigheid het nou na mense toe gekom. En dis ook die boodskap van die hele evangelie. Maar tog lyk dit asof hemelvaart hierdie een beweging van God wat na mense toe kom, asof dit die een fees is wat dalk op die oog af iets anders sê. Asof dit dalk iets sê van nie God se koms na ons toe nie, maar Jesus se weggaan. Dat dit iets te doen het met die teenoorgestelde beweging wat ons in die evangelies kom ontdek. Ons het Jesus leer ken as die groot illustreerder in die lewens van die disippels. Hy het dit baie keer gedoen met gelykenisse, hy het dit gedoen met lewenslesse en het baie keer die krag van God kom illustreer in die manier hoe hy wonders gedoen het, mense se siektes genees het, mense uit die doodheid opgewek het, dinge geweet het wat mense nie kon weet nie, hoe hy brood meer gemaak het. En dis wat hy kom doen het, en feitelik in elke woord wat hy kom sê het, was hy altyd hierdie illustrasiekant, omdat het so krities belangrik was vir Jesus, dat sy disippels precies moet verstaan wat hy bedoel het en wat sy plek is, terwyl hy in na hulle lewens toe gekom het, om iets van God te kom sigbaar maak. Nou, dit was vir Jesus so belangrik, dat selfs in die hemelvaartsoomblik, waar Jesus na die hemel opgevaar het, is dit nie 'n oomblik wat net 'n klein deeltjie aan die einde van Jesus wil omskryf nie. Hemelvaart wil eintlik iets sê dat dit iets omarm van Jesus se betekenis, van die koms wat hy gehad het na ons wêreld toe. Dit omarm eintlik elke feesgeleentheid wat ons as Christene saam vier. En daarom is die hemelvaart ook 'n illustrasie van veral twee belangrike dinge wat Jesus wou hê sy disippels moes sien en hulle moes dit verstaan voordat hulle uiteindelik die werk voortsit wat hy hier op aarde kom doen het. En die eerste waarheid gaan oor Jesus se goddelikheid en sy menslikheid. Hierdie eerste waarheid gaan oor by hemelvaart het daar iets met Jesus gebeur wat sy volgelinge baie mooi moes verstaan. As mens is hy gebore en het hy tussen mense gelewe. Maar voordat Jesus mens geword het, was hy in sy goddelike natuur by God. Die hele Bybel
een openbaar God in hierdie drie personen aan ons. Natuurlijk als God die Skepper en dan God wat Jesus Christus wordt, God wat mens wordt, Immanuel in ons wereld. En dan uiteindelijk ook God als Heilige Geest, wat hier bij allemaal kan wees en ooral kan wees. Nou, het is belangrijk dat Jezus voor zijn disciples hier kom illustreren dat hy het wel gekom uit zijn goddelijke kant en uit een mens kom word tussen hulle. Maar hij was die hele tijd al twee. Hij was die hele tijd God geweest. Hij was ook die hele tijd mens geweest. En in zijn menswees was hij geboren. Hij het een pa en ma gehad. Hij het geëet. Hij het gehuil. Hij het gelach. Hij het tijd met mensen saam deurgebring. Hij het emoties beleef. En hij was volledig mens. Zelfs in zijn kruiswoorden. Wat hij oomlik gevoel het van: my God, waarom het u mij verlaat? Soos wat enige mens zou doen wat in zijn omstandigheden was. Maar Jezus was ook God terwijl hij hier op aarde was. En dit kon ons zien in zijn wondertekens, in die genezings, in die wijsheid wat hij gehad heeft. Om die prentjie wat God voor zijn kinders te kom wijs, om dit in die mooiste beelden en woorden te kom omzet. En uiteindelijk is Jezus een mens wees tot de hoogtepunt gekomen, omdat hij ook eindelijk soos enige ander mens ook aan die kruis kom sterf het. En dan weet ons ook die hele tijd van Jezus' goddelijke natuur. Want Jezus het, toe hy gesterf het, het hy die kracht, sy goddelijke kracht, het hy die dood oopgebreek en uit die dood opgestaan, om juist hierdie twee nature van hom te kom illustreer aan sy volgelinge. En hier waar Jezus staan en waar hy naar die hemel opvaar, is het baie belangrijk dat hij voor zijn disciples wil verduidelik, nie dat daar een begin en een einde is aan zijn menselijke en zijn goddelijke natuur nie, maar dat Godse wereld eindelijk in die hemelvaartsoomlik so nabij aan mensense wereld gekom het, dat hierdie twee werelden geen afstand meer het nie. Dat Godse wereld niet ver is en ontoegankelijk, omdat daar een afstand is nie, maar dat Godse wereld bij ons wereld kom woning maak het, en dit het nou een levensruimte geskep vir Godse kinders. En bij die hemelvaartsoomlik moest die disciples niet iets zien van een weggaan van Christus nie, maar meer dat Christus sy belichaming verander het, dat hij weer sy goddelike lichaam aangetrek het, om op die manier vir die disciples te troos en te verseker, ek gaan nie weg nie, ek word juist in staat om op al die plekken in die skepping te wees. Ek word in staat om uit my goddelike teenwoordigheid bij elkeen van mijn kinders te wees, elkeen van mijn kinders te inspireer en op alle tye tegelijkertijd in elkeen van mijn kinders leven leiding te kan gee. En met Jezus' hemelvaart het hy gaan illustreer dat Godse koninkryk naar ons wereld toe gebring is, zodat daar niet meer een verskil is nie, dat daar niet meer een afstand is tussen God en sy kinders nie. Die hemelvaart oomlik en die geboorte oomlik beklemtoon dat daar niet enige vorm van wegbeweeg is nie, maar dat soos wat God gekom het, het hy gekom om te bly, het hy gekom om voor altijd hier te wees, nie weer daar nie, nie weer ver nie, maar het gekom om hier tussen sy mense te wees, omdat hy die afstand kom wegneem het. Nou die tweede waarheid wat hemelvaart die disciples wou leer, is nie net oor dit wat met Jesus gebeur het nie, maar ook wat met die disciples gebeur het, want daar het by die hemelvaartsoomlik was het so nodig, dat die disciples moest verstaan wat het met hulle gebeur die oomlik toe Jesus naar die hemel toe opgevaar het. Hemelvaart wys die karakter wat Jesus in sy disciples gevorm het toe hulle by hulle was, moet uiteindelijk een lichaam kom kry. Ander woorde, hierdie karakter in die volgelinge van Jesus moet ten volle belichaam word. Die liefde van God wat Jesus aan die kruis en in baie gesprekke vir sy kinders kom wys het, daai liefde moet een levende lichaam kry, waarmee dit in die wereld kan leef tot bij die wederkomst. En hier is een baie krachtige implicatie van hemelvaart voor elke volgeling van Jezus en daarom ook van ons in Doornkruin. Met hemelvaart en kort daarna, met die uitstorting van die Heilige Geest, wordt Jezus' lichaam levend voortgezet in die lichamen van zijn volgelingen. Disciples van Jezus belichaam Godse liefde en sy koninkryk, wat nou so nabij gekom het aan ons stikkende wereld. Dit is die manier hoe Godse liefde en sy genade lyf kry in ons wereld. In die Markus weergawe staan het so mooi, waar die skrywer in vers 20 sê,
Hy het vir die disciples gesê, hulle moet gaan om die woord te gaan verkondig, en dan sê hy, en die Here het met hulle saam gewerk. Met ander woorde, in hulle lichame, die werk wat hulle gedoen het, daar waar hulle geloop het, daar waar hulle beweeg het, daar het hulle die lichaam van Christus geword, zodat hij met hulle kon saamwerk. In Matteus ken ons die laatste opdracht van die disciples, en ons als gemeente het het een jaar of wat terug, baie, baie mooi in fijnste besonderhede deurgewerk, is waar Jesus vir die disciples sê, gaan as my lichaam, gaan as die belichaming van dit wat ek vir julle kom leer het, en gaan maak disciples, gaan doop hulle, gaan leer hulle, en onthou, ek is by julle lichame, altyd, tot by die volleinding van die wereld. Hemelvaart leer ons, dat disciples van die Here eintlik self een gelykenis word, dat het een gelijkenis wordt wat niet vertel wordt, nie, maar een gelijkenis wat een lichaam krijgt. So die oomblik wanneer een volgeling van Christus die liefde en genade van God verstaan en dit gaan uitleef, dan wordt ons een gelijkenis wat voortdurend blij vertel wordt totdat die wederkomst uiteindelijk aanbreek. En hierdie wat ons wel illustreert met die gelijkenis is, Godse plan wat hij met zijn kinders het, Godse plan wat hij met die wereld het. Om een gelijkenis te wees, betekent dat jij die waarheid wat jij wil illustreer, eindelijk met jouw lichaam aantrek. Ons kan het baie eenvoudig stel om te zeggen dat die boodschap van God, die Jesus Christus, moet een lijf krijgen in ons wereld. Want als die boodschap van Christus net woorden in theologische praatjes blij, dan wordt het maar net inlichting. Als het nooit een lijf krijgt, wordt het maar net iets wat mensen zeggen, oor denken, oor praat. Het wordt nooit iets praktisch, iets illustreerbaar in mensense leven nie. Wanneer Godse liefde en genade in ons levens lijf kom kry, word ons deel van die levende lichaam van Jesus Christus. Om baie praktisch te wees, ons praat van die kerkse hoofbesigheid, ook ons gemeentesin, as bediening. Ons gebruik die woord bediening so baie, en met bediening bedoel ons dat ons deel vorm van die lichaam waarmee God na mense toe kom om hulle lief te kry, ten spuite van hulle sonde en hulle gebrokenheid. Bedieningse betekenis is juist afgeleid van die middelste woordje wat sê dien. En bediening beteken dat om te dien wordt iets om te doen. Dit wordt een werkwoord, dit wordt een karaktereigenskap. Om te dien beteken liefde kry een lichaam waarmee dit uiteindelijk beweeg en verandering bring in mensense levens. En die kortste definitie van om te dien is om jouself te gee en om met jouself liefde vir iemand anders te gee sonder dat jy uiteindelijk iets daarvoor terugverwag. Jesus het deur sy hele tyd van contact met mense juist kom illustreer, dat mag en rijkdom maar net tydelik is. Dit is maar tydelike dinge wat net so lang leef soos hierdie lichaam. Maar liefde is blijvend. Liefde bring werkelijk een verandering, want liefde het die manier om deur iemand se lewe te breek tot op die plek waar dit die heel nodigste is, tot daar waar die verandering moet kom. Die laaste keer wat Jesus voor sy kruisiging saam met sy disciples geëet het, het hy juist hierdie kritiese waarheid geïllustreer, deur nie net vir sy disciples brood te breek en te sê, Hierdie is sigbare teken hoe lief ek julle het nie. Nadat hy dit gedoen het, het hy ook opgestaan en hy het dit gedoen wat een dienskneg doen. Hy het sy disciples gedien. Hy het een dienskneg kleed aangetrek en hy het hulle voete gewas. Hy het die werk gedoen wat net diensknegte in daai tyd gedoen het. Gemeente Doringkruin, vandag op hierdie Hemelvaartsdag in 2020, kom illustreer Jesus ook aan ons, hierdie twee baie belangrike waarhede. Ons beleef ook dagelijks die wonder van God, dat hy na ons toe gekom het, dat hy nabij aan ons gekom het, dat sy koninkryk deel geword het van ons wereld, dat hy na ons toe gekom het, sodat daar nie meer een afstand is tussen ons en hom, dat ons nie om hoef te soek nie, dat ons nie elke dag ons leven moet deurbring, deur nabij aan God te probeer kom nie, want hy het dit klaar kom doen, hy het klaar na ons toe gekom, hy het klaar so nabij gekom, dat ons elke dag kan leef met een fees van sy teenwoordigheid en van sy kracht, van sy liefde, van sy verzorging as een vader, elke liewe dag van ons leven. En dan die tweede waarheid,
is hemelvaart kom illustreer ook wat met ons gebeur het, toe Godse liefde en genade een lichaam kom kry het hier, in Doringkry. Toe Godse liefde en genade ook lichame kom soek het, sodat hierdie waarheid belichaam kan worden, zodat ons ook een illustratie kan wees, een gelijkenis, wat voor allemaal iets kan wijs, wat God met zijn raadsplan in ons wereld wil kom doen. Ons wordt deel van die lichaam van Christus, om een bediening te kom vestig. Ons wordt die levende gelijkenis waarmee Jezus aanhou illustreer, wat God in mensense levens kom doen. En misschien is die tijd waarin ons nou leef, met die inperking en die vreemde omstandigheden en die nood waarvan ons te hore kom, die nood wat ons baie keer in ons eie huis en ons eie vriendenkring beleef en hoor, van mensen wat nou sukkel en zwaar trek, niet net financieel nie, maar ook emotioneel. Dit is een vreemde tijd en ons weet niet hoe hierop te reageren, nie, ons weet niet hoe om op te treden, ons weet niet wat om te verwachten, nie, want ons kan die toekomst zien en ons kan niet zien wat die toekomst oor ons pad zal brengen. Misschien is nou juist een goede tijd om diep te gaan nadenken over wat het betekent om iets te belichaam van die liefde en die genade van God. Niet net in ons eigen leven, nie, maar ook in die levens van andere mensen. Verstaan ons bediening als iets wat die kerk voor ons moet doen, zodat ons zo gemakkelijk en tevreden als moontlik kan wees? Of zien ons wat Jezus bedoelt toen hij voor ons kom wijs het, dat ons samen met hom het dienstknecht kleed kom aantrek. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om te dien. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om liefde te bewijzen op elke moontlike manier wat ons kan, zonder om iets terug te verwachten. Kom ons gee onszelf en ons gaves en ons vermoens, juist daar waar ons nou is. Want waar het die nodigste is, is juist daar nabij ons. Niet op ander plekken, nie, nie na plekken waar jy ons nou graag wil beweeg nie, maar telk is daar in ons wereld nou, is daar een groot nood wat nodig het dat Jezus in een lichaam na hulle toe kom. Dat Jezus een lichaam kry in myne en joune, zodat sy liefde en genade voor allemaal toegankelijk kan wees. Dat ons iets kan verstaan van hoe nabij hij aan elkeen van zijn kinders gekom het. Kom ons luister mooi hoe Jezus ons wil gebruik om een gelijkenis te wees, om te illustreer wat liefde in mensense levens kan doen. Ek wil elke huis in ons gemeente uitnooi om baie praktisch te wees in hierdie tyd tot by die einde van die maand oor die boodskap van hierdie hemelvaart in ons leven. En allemaal van ons huis is daar miskien skilderye of iets wat in die muur hang, wat voor ons mooi is, waarby ons gereeld voorbij beweeg. En ek wil nou vraag dat jylle miskien daar die skilderye vir die week tot in die einde van die maand sal afhaal en iets anders daar sal ophang. Dalk is dit een van die lappe wat in jylle huis gereeld werke, een ou stoflap of een lap wat iets sê van dit wat een dienstknecht gewoonlik vashou, dit wat een bediende gewoonlik mee werk, dit wat iemand mee werk om juist die lewe vir iemand anders makkelijker en beter te maak. Dit kan ook een voorskoot vat of enige iets wat jylle herinner aan die diensbaarheid wat een mens in iemand anders se lewe kan hê. En wanneer ons dan hierdie item vat en ons hang dit aan die spyker op die belangrike plek in ons huis en ons loop daar voorbij, elke keer wanneer ons daar kom, dat ons net een kort gebed doen. Dat ons net een kort gebed doen en wanneer ons die item sien, net sê, Here, help my om te dien. Here, waar kan ek dien? Here, help my dat ek 'n dienskneg kan wees. En vir elkeen van ons betekent dit iets verskillend. Elkeen van ons bly op verskillende plekke. Elkeen van ons het met verskillende mense te doen. Elkeen van ons het verskillende vriende en verskillende kennisse. Nie allemaal van ons het meer kinders wat in ons huis is nie. Nie allemaal van ons het ouers wat by ons woon nie. Elkeen van ons het 'n unieke plek gekry in 'n unieke wêreld waar die Here ons kom help om te belichaam dit wat hy deur ons wil kom illustreer. Elkeen van ons het die Here gebruik om 'n unieke plekkie te gee, waar ons een illustratie kan wees, een gelijkenis, van wat hy bedoel het toe hy kom sê het, dat liefde en genade moet een impak in mensense lewe hê. En al hoe mense dit kan beleef, is wanneer hulle agterkom, maar hier word ek gedien, sonder om iets terug te betaal. Hier word ek gedien, en ek ontvang dit met groot, groot genade, met groot liefde in my lewe. En vir elkeen van ons gaan die vraag een ander antwoord hê. En daar ons vir die Here bid en sê, Here,
Help ons om te dien. Help ons om in hierdie tyd van een virus, tyd van moeilike omstandighede, help ons om juist dit te belichaam, wat U wil hê nou die boodskap van die kerk moet wees. Wat U wil hê nou moet hoop bring vir elke mens wat het nie net hoor en vir wie dit inligting word nie, maar vir elke mens wat sien hoe dat ons deel vorm van die lichaam van Christus, wat nou hier is, wat nou in ons omstandighede daar is om voete te was, om te troos, om te luister, om 'n drukkie te gee, om tyd af te staan, om belang te stel, om iemand te bemoedig, om iemand te troos, om iemand moed in te praat, om saam met iemand met 'n moeilike probleem te worstel, of om net te gee wat ek het, om te deel wat ek ontvang het, sodat iemand anders se vandag soveel beter kan wees, dat hulle die hoop en die moed het, om môre en oormôre en die toekoms wat daar is, met volle arms te kan omarm. Mag die Here in hierdie hemelvaart vir ons herinner aan die wonderlike voorreg, dat daar nie net iets met Jesus gebeur het nie, maar ook met elkeen van ons, dat ons aan sy liefde en genade mag lyf gee in ons wêreld, en dat dit die manier is hoe hy wil werk, dat hy saam met ons wil werk, tot op die dag dat hy weer kom. Amen. In plaas daarvan dat ek nou 'n gebed gaan doen om af te sluit, wil ek vir elke gesin vra of elke lidmaat daar waar jy nou is, om 'n stil gebed te doen. En na afloop van hierdie gebed, dan sal ek vir ons die seën uitspreek. Gemeente Doringkruin, kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees. Amen.